We hebben niet goed gespeeld vandaag. Bijna niemand heeft zijn niveau gehaald. Ik denk enkel Silvio die een ongelooflijke redding doet. En dan Mitro die ons de 3 punten geschonken heeft vandaag met een ongelooflijke kopbal. Ouais, c'est vrai que Mitrovic en ce moment nous fait vraiment du bien. Il est décisif pour les gros matchs. Il marque beaucoup de buts, il travaille beaucoup aux entraînements. Donc c'est bien, il faut qu'il continue comme ça et il va nous faire gagner encore beaucoup de matchs, j'espère. C'est lang geleden dat we nog zo slecht gespeeld hebben en gewonnen hebben. Dus ik vind niet dat de mensen van schande mogen spreken. We hebben al het mag ook eens meegesneden. We weten het dat het niet goed was en hopelijk volgende week beter. On dit souvent que les grandes équipes gagnent même quand des fois elles devraient pas. Ce soir c'est un peu le cas et bon c'est super pour nous, pour la confiance. On va bien préparer le match de Gand dimanche maintenant. Ik wil geen excuses inroepen, maar het gemis van De Voer, Praat, Rolando die er dan nog afgaat, Anthony, Chancel. Het zijn toch wel 5 heel belangrijke spelers. Ik denk dat we wel eerlijk moeten zijn. Zeker op verplaatsing kunnen we die spelers wel gebruiken. Maar oké, mentaliteit was goed. En voor mij is dat het belangrijkste in voetbal, dat is die mentaliteit.